Ik heb niet gekozen voor de problemen die er nu zijn. Ik heb niet voor dit financiële systeem gekozen. De klimaatverandering was al begonnen. Zeg maar, het gat in de ozonlaag is ouder dan ik ben. Ik weet niet, ik vind die schuldvraag en dan voor mijn generatie niet zo interessant. Maar er moeten natuurlijk wel oplossingen komen. Ik ben hoog opgeleid, ik heb tijd om dingen... Zeg maar, ik weet zelf dat ik me tot ongeveer een jaar geleden heel erg schuldig en heel erg verantwoordelijk voelde voor allerlei problemen in de wereld. En toen ben ik een boek gaan schrijven erover. En terwijl ik het boek aan het schrijven was, kwam ik er steeds meer achter. Ja, maar die problemen worden niet veroorzaakt door individuele mensen zoals jij en ik, maar door grote bedrijven en door politici. En ik vind ook dat de oplossing en dus ook het verantwoordelijkheidsgevoel veel meer bij die mensen zou moeten zitten. En toen ben ik opgehouden met me schuldig voelen. En sindsdien heb ik veel meer energie om iets te doen. Ik ervaar helemaal geen gebrek aan idealisme bij mezelf en ook niet bij mijn generatiegenoten. Nou ja, ik heb wel het idee dat sommige mensen zich al verslagen voelen. Want er is best wel veel om boos over te zijn. En boos zijn maakt je niet per definitie een cynisch persoon of een onprettig persoon. Mensen die op de juiste momenten boos worden, dat zijn eigenlijk altijd wel mensen die ik bewonder. Je ziet de afgelopen paar jaar wel wat kenteringen in Amerika met Bernie Sanders, die echt met een heel ander verhaal kwam en veel positiever geluid ook. En dat er ook wel weer wat hoop is. Ik durf niet voor mijn hele generatie te spreken, maar ik denk dat heel veel mensen van mijn leeftijd er in elk geval het er wel over eens zijn, bijvoorbeeld dat klimaatverandering bestaat. En nou ja, er zijn ook wel wat oudere mensen die het daar nog niet eens over uit zijn. Dus ik heb eigenlijk best wel veel fiducie in mijn leeftijdsgenoten. Ik moet alleen nog even aan de macht komen. Ik ben Lieke Marsman en ik ben schrijver.